Een schokkende ontdekking vandaag in Kekerdom. In een woning daar zijn 3 doden gevonden. En onder hen is een man die werkt bij de politie Gelderland-Zuid. Kekerdom is een dorpje dat ligt vlakbij Nijmegen, in de Ooypolder. En in een huis in de Weverstraat zijn er 3 lichamen ontdekt. En in Kekerdom is ook onze verslaggever Annemiek Schakelaar. Ja, Annemiek, wat is het laatste nieuws? Het laatste nieuws is dat het gaat om een 59-jarige rechercheur van de politie. Man met een lange staat van dienst, zeer bekend ook hier in het dorp, in het kleine dorp Kekerdom, maar ook in de wijde regio. Naast mij staat politiewoordvoerder Ben van Ingen-Schenau. Ja, meneer van Ingen-Schenau, er is in de woning meer gevonden dan alleen die 3 overleden personen. Ja, dat klopt. Bij het onderzoek in de woning hebben we vanmiddag ook nog een hennepkwekerij aangetroffen. En dat is zo ongeveer het laatste wat we dachten aan te treffen in de woning van deze collega. Ja, een politieman met een hennepkwekerij. Dat zal inslaan als een bom bij u in het korps. Ja, los van het feit natuurlijk van het drama wat zich hier heeft afgespeeld, is dit een extra domper voor het korps. En hoewel we natuurlijk niet weten wat het verband is tussen het drama hier en de aangetroffen hennepkwekerij, geeft het wel een extra dimensie aan het onderzoek. Nou, dit was niet de collega waarbij u zich zoiets kon voorstellen? Nee, en ik denk dat geen van mijn collega's dit had verwacht. En dat is ook wat we hier van buurtbewoners in de buurt horen. Gesproken met een man die hem heel goed kent. En die zegt, ja, een hele aardige buurtbewoner. Ja, ik ken hem al jaren. En een hele vriendelijke man. Er stond altijd mensen bij met raad en daad. Mij ook nog een keer geholpen. Dus ja, ik was behoorlijk geschokt. Was het bekend dat hij problemen had? Ja, zeker bij de omwonenden dat hij inderdaad problemen had. Zeker nadat zijn eerste relatie uitging een aantal jaar geleden. Is behoorlijk doorgeraakt. Nou, en dan nu dan dat die tweede relatie ook uit is gegaan, zal waarschijnlijk voor hem de druppel geweest zijn. Ja, dat is dus het verhaal wat hier in de buurt gaat. Hè? De politieman lag dus dood in het huis en nog een andere man en vrouw. En het verhaal gaat dus dat het zo relatieproblemen tussen die 3 zouden spelen. Politiewoordvoerder Ben van Ingen-Schenau, kunt u al iets vertellen over de relatie tussen die 3 slachtoffers? Nee, op dit moment kunnen we dat nog niet vertellen. Wat we wel kunnen zeggen is dat de andere 2 slachtoffers een man en een vrouw zijn. Maar wat hun relatie precies is geweest, dat kan ik op dit moment nog niet zeggen. Buurtbewoners zeggen man en een vrouw uit Millingen aan de Rijn, want daar wordt ook door de politie onderzoek gedaan. Ja, ik kan bevestigen dat er inderdaad in een woning in Millingen aan de Rijn op dit moment ook onderzoek plaatsvindt. En dat onderzoek staat ook in relatie met het onderzoek wat hier plaatsvindt. Er wordt natuurlijk al snel de conclusie getrokken, de politieman had het dienstwapen, dus hij zal wel degene zijn die geschoten heeft. Maar die conclusie, kunnen we die ook al trekken? Nee, die kunnen we nog niet trekken, want we kunnen nog niet bevestigen dat er überhaupt geschoten is. We doen nog onderzoek naar wat zich daar heeft afgespeeld, wat de doodsoorzaak van de slachtoffers is. En tot dat moment is elke invulling daarvan speculatief. Had hij wel een wapen thuis of is dat verplicht om dat op het bureau te laten? In principe hebben de collega's hun dienstwapen altijd op het bureau. Maar er zijn omstandigheden denkbaar dat iemand zijn wapen mee naar huis neemt. Maar of dat in dit geval ook is gebeurd, dat weet ik niet. Nou, de 3 slachtoffers liggen op dit moment nog in de woning, want er wordt dus nog volop onderzoek gedaan. Ook de hennepplanten zijn nog aanwezig. Het rechercheonderzoek gaat zeker nog enige tijd duren. Oké, dankjewel Annemiek Schakelaar vanuit Kekerdom samen met politiewoordvoerder Ben van Ingen-Schenau dus. Onderzoek ook in een huis in Millingen aan de Rijn hoorden we dus net. En dus in Kekerdom waar dus 3 lichamen zijn gevonden, onder wie een politieagent van het korps Gelderland-Zuid. U kunt het laatste nieuws blijven volgen via onze site gld.nl.